Mevrouw de voorzitter, dank u wel voor deze gelegenheid dat ik uw raad mag toespreken. Ik wil aansluitend aan wat net al gezegd is over de molenbiotoop. Natuurlijk gaat het daarover, want ik ben een van de molenaars. Mijn naam is Fred van Enenaam. Ik ben molenaar, molen De Hoop. En in verband met de toekomstvisie ben ik vanavond hier op het gemeentehuis om nog een nadere toelichting te geven. Ja, want het gaat om de spoorzone en het concept of het plan spoorzone is in de raad aan de orde geweest en u heeft ingesproken. Kunt u zeggen wat uw bedoeling was? Mijn bedoeling was om voor de toekomst problemen te voorkomen door nu al in de planvorming op te nemen dat rondom de molen niet te hoog gebouwd moet worden, maar ook niet al te hoge bomen moeten komen. Nou ben ik een leek, maar waarvoor is dat? Nou, het is een windkorenmolen en we moeten natuurlijk wind kunnen vangen. En als er allemaal hoge bomen om de molen heen staan, dan kan de molen geen wind vangen en kan die ook niet goed draaien. Waarom heeft u nu al ingesproken? Ik denk als het vanaf het begin duidelijk is wat de bedoeling is, dat je dan later veel minder problemen krijgt. Je kunt nu al hele mooie bomen gaan planten, maar over 20 jaar zijn ze ook 30 meter hoog. En dan heb je een probleem gecreëerd voor onze opvolgers, zeg maar onze kinderen en kleinkinderen. En daar kun je beter nu voor zijn door andere bomen te kiezen. Want wat is het effect van bomen op uw molen? Ja, hetzelfde als een flatgebouw. De bomen houden de wind tegen. En zowel aan de voorkant als aan de achterkant, want de wind komt door de wieken heen, maar moet ook aan de achterkant weg kunnen. Als de wind aan de achterkant niet weg kan, dan wil die ook niet goed draaien. Bent u op een van de inspraakrondes geweest? Ja, wij zijn op een inspraakavond geweest in het Kogasgebouw toen. En daar hebben we dit wel besproken, maar ik vond het niet zo duidelijk in de stukken staan. Dus ik denk, ik ga er toch nog even aandacht op vestigen. Hoe vond u de reacties van de raadsleden? Ja, heel positief. Mensen hadden ook niet zo het idee dat een boom een probleem zou kunnen zijn, maar begrepen het wel en hebben dus ook erop aangedrongen om ook iets daarover op te nemen in de planvorming. Heeft u de indruk dat er rekening met uw opmerking gehouden gaat worden? Ja, die indruk heb ik wel. Je kunt al zien in de planvorming zoals het nu ligt, dat er rekening met de molen gehouden wordt. Ook met de verschillende hoogtes op de verschillende afstanden. Dus naarmate je verder van de molen vandaan komt, mogen de bomen hoger worden en mogen ook de gebouwen hoger worden. En als je dicht bij de molen bent, moet je laag blijven. Daar zijn al aanwijzingen voor in het plan dat er rekening mee gehouden wordt. Maar ik vond het niet duidelijk genoeg en ik denk, voordat je daar problemen mee krijgt, kun je het beter nog een keer expliciet benoemen. Want voorkomen is beter dan genezen in dit geval? Absoluut, absoluut. Dank u wel. Graag gedaan hoor.